We hebben het vandaag over een stukje duin, waar de Noordwest Natuurkerk. Ik ben zo van die Kuipers en ik ben projectleider van het project Noordwest Natuurkerk. En dat vindt plaats in dit stuk duin, hier ten noorden van. En het was voorheen helemaal dichtgegroeid met hoge grassen. En dat kwam vooral doordat wij eeuwenlang duin hadden vastgelegd en dat er heel veel stikstof van de laatste jaren op was gekomen door die plot heel erg te groeien. En er waren helemaal geen stuivende plekken meer. En daar wilden we graag wat aan doen om weer stuivende duinen te krijgen. En daar hebben we het volgende voor gemaakt, Suze. We hebben daar een duurzaam dynamisch duinlandschap proberen neer te zetten door in de buitenste duinenrij vijf hele grote windsleuven te maken waardoor de wind naar binnen kan komen, het zout en het zand. En in het binnenland hebben we een aantal duinen ook weer actief gemaakt. Nou, het is vrij omvangrijk, we gaan er vanmiddag heen. Je moet je toch voorstellen dat het ongeveer 800 meter lang is langs de kust en zo'n 13, 1400 meter land inwaarts. Dan kan je echt nog een paar uur ronddolen. Het is grootschalig. Het is ook een vrij innovatief project. In Noordwest-Europa worden we echt gevolgd. We worden gevraagd om praatjes te geven in Wales en Biarritz. En laatst was er ook iemand, helaas ik zelf niet, naar Australië. En daar was het ook hot topic om hierover te praten, wat hier gebeurt. De verstuiving die is in 2013 als het ware ingezet door het graven in Keulen. En het is ongeveer 4 jaar lang aan de gang. En het is eigenlijk boven verwachting wat er gebeurt. Vanmiddag gaan jullie het zien. Wij dachten aan zandverplaatsingen van enkele meters per jaar. Maar er zijn plekken waar we 30 meter per jaar halen. Dan zitten we allemaal van te kijken. En dan vraag je misschien af, ben je blij? Ja, als natuurbeheerder zijn we heel erg blij. En ook als kustbeheerder ben je blij, omdat namelijk het zand van het strand naar binnen waait en je duinen steeds steviger gaan worden. Heel mooi in verband met de klimaatverandering. Maar er zit ook een probleem aan, dat is de volgende. Het probleem is dat het zand ook waait als het fietspad wat achter de strandopgang ligt. Strandopgang Kattendel. En ik ben hier op mijn racefietsje en dat kleine beetje zand dat daar ligt, dat leidt er altijd omdat ik gewoon omval met mijn dunne bandjes. En is dat een probleem? Ja, voor een aantal van onze fietsers is dat zeker een probleem. Die kunnen daar nog niet meer fietsen. En die vinden dat heel erg vervelend. Wij zijn als PWN zijn wij ook een recreatiebeheerder. Dus wij houden ons ook bezig met het beheren van het fietspad, zodat mensen kunnen fietsen. Dan zijn we het fietspad aan het schoonvegen, maar daar krijgen we ook heel veel tranen van. Omdat we eigenlijk graag willen dat die duinen kunnen blijven stuiven. We hebben twee doelstellingen. Namelijk die duinen kunnen blijven stuiven, maar ook dat je kunt blijven fietsen. Dus waar zijn wij naar op zoek? Wij zijn op zoek naar een oplossing. En die oplossing, ik heb toch een beetje een box gemaakt waarin ik denk, en ik hoop dat jullie weer uit de box gaan. Maar hoe denk ik aan een oplossing? Ik denk aan een oplossing dat de duinen moeten kunnen blijven stuiven, maar ook dat je moet kunnen blijven fietsen. Wij zijn eigenlijk op zoek naar een oplossing die nu al werkt, maar ook na een aantal jaren stuiven, tientallen jaren stuiven. We zijn op zoek naar iets wat kan in een Natura 2000 gebied. Een Natura 2000 gebied heeft een hoge waarde. En je kan niet zomaar alles vergraven in het gebied om weer natuur te helpen of fietsen te helpen. Een oplossing zou ook moeten zijn iets wat past in het landschap. Ja, wat is dat? Nou, kijk bij jezelf, wat vind je passend in een landschap? Maar ook iets wat een extra beleving geeft. En mensen die komen fietsen en die worden enig gecatapulteerd over de stuivende duinen. En die komen daarna terecht op een fietspad terecht. Dat is een heel woeste oplossing, maar het zou wel iets extra's geven. Niet dat ik daarvoor ga ook, maar even om het duin. Dus daar binnen zou ik graag iets zoeken. Er werd me ook gevraagd, wat is nou eigenlijk een pijnpuntje in dit hele proces? Nou, ik moet het al een beetje merken. Een pijnpuntje is voor mij onder andere dat ik daar moet lopen vegen. Om al het zand opzij te schuiven en dan schuiven we het weer op. En een ander pijnpuntje is dat we hebben gekeken of je het fietspad kan omleggen. Maar de duinen die daar vlakbij liggen, die zijn eigenlijk zo waardevol en zo ingewikkeld om daar een fietspad heen te leggen dat het niet zo makkelijk gaat. En mijn allergrootste pijnpuntje is dat natuur en recreatie nu tegenover elkaar staan. En dat vind ik helemaal niet leuk. Volgens mij kan het ongelooflijk veel slimmer en ongelooflijk veel leuker en verrassender. En daar zou ik het mee pakken sturen.